We zijn nu in RM3, zo aan het einde van het jaar. Natuurlijk mensen bijna net naar de feestdagen toe. Om iedereen een mooie feestdagenperiode toe te wensen. En dan mogen we ook een kerstpakket uitdelen. Eigenlijk zou ik even naar de andere kant van de deur moeten lopen. Dankjewel voor al je ondersteuning. En toch de warme woorden. Jij bent het. De opening en het gezicht van Heijmans. Wie zijn wij? En wie zijn we? Kerstman! Dankjewel. Dankjewel! Alsjeblieft! Ga ervan genieten, zou ik zo zeggen. En dank je voor alles. Geniet van de feestdag, geniet van het mooie pakket. Als jullie het ook doen, dan doen wij het ook. Ja, zeker gaan we dat doen. En heb je een beetje een mooi jaar gehad? Jawel. Ja? Ja, hoor, dik tevreden. Kijk. Ik zie hier niemand zitten. Ja, hier links. Oh. Een kerstpakket, mannen. Zo, hé. Zo, nog maar weer. Dank jullie wel. En dat jullie maar mooie dagen mogen hebben de komende periode. Wat een luxe. Geniet ervan, hè? Nou, dat zullen we zeker doen. Hele fijne dagen. Mooi dat de Raad van Bestuur dat zo komt doen. Ja. Dat is wel apart. Dat heb ik in het jaar nooit meegemaakt. Dat is toch wel weer eens een dag. Ik heb een kerstpakket voor je, jongen. Alsjeblieft. Ik leg hem hier even neer. Ja, dank je wel, jongen. Ja. Dat we maar, hi. Dank voor alle inzet afgelopen jaar en dat we het komende jaar weer een mooi jaar mogen worden. Ja, toch nog niet? Ja, dat hoop ik zeker. Nee, het voelt wel als thuiskomen. Ik heb hier natuurlijk, nou ja, twee kamers verder heb ik hier 14 jaar gezeten. Ja, dus, dus ja, dan is het toch een beetje, leuk, hè? Ja, voelt lekker, zeg maar even. Past als een jasje. Ja, Peter. Hoi, Peter van Rijn. En jij deze. Nou, dankjewel. Jou, om de feestdagen door te komen. Hé, hey, het voelt goed, hè, deze kamer? Bijzonder, ja, kamer, hè. Is mijn kamer. Is mijn kamer geweest. Oh, speciaal dat jullie dat komen doen. Dat heb ik in 35, 30 jaar. Ik heb het vaker gehoord. Ik heb het wel gezegd, die komen zeggen, waar zijn ze maar blijven. Ja, precies. Komt je vrouw van meneer Kanton. Hij is niet geweest. Jongens, maar geniet ervan. Een goede feestdagen in ieder geval. Ja, dat is afgelopen jaar. Jullie ook. Top. Dank jullie wel. Misschien moeten we het eigenlijk ook weer een RM1 doen. Wat denk je daarvan? Nou, we rijden weer naar buiten. Jip. Beste collega's, leuk om zo aan het einde van het jaar toch even het woord tot jullie te richten. En afgelopen week zeker, hè, met Jongens in de Bouw, een film die we afgelopen zondag hebben mogen bekijken. En waar veel aandacht voor is, denk ik dat het weer aangeeft dat we ons kwetsbaar willen opstellen en een stap willen maken in de veiligheid. We willen graag die cultuurverandering en dat is ook nodig. Als je kijkt naar afgelopen jaar, gelukkig is het IF-cijfer verlaagd. We zitten nu ongeveer onder de 3. Dat is een mooie doel wat we hebben gehaald. Maar het aantal ongevallen is absoluut nog te hoog. Dus wat dat betreft zou ik echt aan jullie willen vragen. We beginnen zoals altijd met veiligheid als we tot jullie richten. Om ook het komende jaar tijd en geld, maar laten we vooral ook kijken naar veilig en gezond. En we werken veilig of we werken niet. Als je terugkijkt op 2019, dan hebben we denk ik hele goede voortgang geboekt op strategie. Waar we 2018 gebruikt hebben om die strategie neer te zetten. Verbeteren, verslimmen, verduurzamen. Hebben we in 2019 hebben we het echt in de haarvaten van ons bedrijf hebben we het geïmplementeerd. Ja, en als je dat dan ook nog aanhoudt met alle projecten die we het afgelopen jaar gemaakt hebben. Daar kunnen we echt trots op zijn. Van de kleine projecten op de hoek naar de natuurlijk wat soms wat toonaangevende projecten. Zoals de Phoenixloodsen die dit jaar zijn opgeleverd. Of ik kijk naar het EMA, hè, wat in een supersnelheid is gebouwd in 18 maanden. En wat op 15 november hebben overgedragen. Allemaal prestaties die jullie hebben gedaan met al die werken eromheen. En ik wil jullie, mede namens Hans, daarvoor danken dat jullie al jullie inzet daarvoor hebben gegeven. Laten we eerst zorgen dat we gewoon met elkaar, jullie met je gezin, met je partner, met je kinderen, dat jullie een mooi eind van het jaar hebben. Dat jullie even pas op de plaats maken, dat we de batterij weer kunnen opvullen. En ik wens jullie allemaal gewoon hele mooie kerstdagen en feestdagen toe. En laten we elkaar weer zien in het nieuwe jaar met alle goed wat voor een ieder van toepassing is. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Geniet ervan. Dank jullie wel.